Naast de filmpjes die we hebben om de E61 compleet uit elkaar te halen, is ook eigenlijk een heel handige tutorial nodig om af en toe even de pistonring en de douche te kunnen verwijderen. Ik ga je nu laten zien hoe je dat het beste kunt doen bij uw E61 groep. Deze uitstaan is nog wel warm, dus vandaar dat ik misschien af en toe even voorzichtig ben met de vingers. Ik vind het zelf het makkelijkste gaan met een steeksleutel 14. Ik zie ook wel mensen die het met een grote platte schroevendraaier doen. Hier zit een IMS douche in. Als ik daar een platte schroevendraaier tegenaan duw, dan beschadig ik hem snel. Eigenlijk is het idee dat je hem door een paar kanten los te halen, dat je hem los wipt, zeg maar, naar beneden duwt. En die twee oogjes van de steeksleutel, ik sta het nu een beetje blind te doen, die helpen mij, kijk daar is die, dat ik hem los kan wippen. Dit komt eigenlijk altijd zo als een pakketje uit. Dit is de douche met de pistonring. Zit altijd zo in en doordat dit samen zit, klemt het vast. Valt die buur er nu wel eens uit, dan kan een keer gebeuren. Is het pakketje niet goed, dan pak ik hem eigenlijk zo beet. En dan druk ik hem een keertje zo, dat hij wat ovaal is. Nou, deze is brandschoon, misschien is nog niet zoveel gebruikt. Dit kunt u schoonmaken, is die heel vies. Gooi hem weg, zet er een nieuwe in. Komt de smaak van uw koffie ten goede. Hier zit nog een rubberen ring in. We vervangen tegenwoordig eigenlijk de meeste door siliconen. En als ik een nieuwe siliconen en een rubbering naast elkaar houden, en dan zie je het eigenlijk wel in de flexibiliteit. De siliconenring is een stuk flexibeler. En die kan die klemming, dus van die filterdrager, veel beter aan. Naast de dikte van de ring, de meeste moderne E61 groepen hebben een 8,5 mm ring. Wij kiezen er toch meestal voor om 8 te plaatsen plus een vulring van een halve millimeter, want die gaat wat makkelijker in de groep. Hoe weet ik nou of ik veel ringen nodig heb? Die filterdrager die moet recht in de machine uitkomen. Kom ik helemaal hieruit, heb ik een te dunne ring. Stop ik er dan veel ringen tussen, kom ik hieruit. Nou, hoe gaan we het terugplaatsen van het systeem? Nou, ik zet hier de originele ring van de Lelit weer in. Ik duw het weer in elkaar. En ik ga het als pakketje erin terugduwen. En ik pak even mijn duim en mijn van mijn middelvinger, druk ik hem een heel klein beetje naar boven. En dan pak ik de filter eraan. Die stop ik deze portjes waar hij hoort. Dus soms moet je hem heel even duwen. Dan zit hij erin. Deze ring is exact de juiste dikte. Ik kom recht in het midden uit.